Vandaag kom ik uit Leeuwarden. Hier vanmiddag nog veel bewolking en de wind werd sterker, waardoor het kouder ging aanvoelen. Maar mensen, die wind speelt dit weekend ook een hoofdrol. Het koude weer ook, zeker voor het gevoel. De gevoelstemperatuur komt om de hoek kijken en het weertype noemen we schraal. Nu eerst naar vanavond en vannacht. Nog wel veel bewolking in het zuiden, eerst ook nog wel wat regen. Geleidelijk aan wordt het overal droog met flinke opklaringen. De temperaturen, min 1 tot plus 3 graden, de lagere temperaturen in het oosten en het noorden, daar dus op de meeste plaatsen ligt de vorst. Ja, de wind die komt vannacht uit het noordoosten is matig tot vrij krachtig, af en toe krachtig en daardoor voelt het dus veel, veel kouder aan. Morgen de dag met flink wat zon. In het zuiden nog wat meer bewolking. En de temperaturen 8 tot 11 graden. Ja, de wind. Die komt morgen uit het oosten tot het noordoosten. Mensen, die voelt echt koud aan. Die zal matig tot vrij krachtig zijn. Krachtig in de kustgebieden. Windstoten in kracht 7. En dan in de avond en nacht op veel plaatsen ligt de vorst tot min 2, misschien wel min 3 graden. Op naar de zondag. Dan hebben we heel veel zon. Een temperatuur opnieuw tussen de 8 en de 11 graden. En de wind, die komt zondag uit het oosten. Nog altijd matig tot krachtig. In vlagen windstoten in kracht 7. En daardoor voelt het inderdaad veel, veel kouder aan. Het wordt een weekend voor de winterkleding, maar ook voor de zon. En wat dat betreft is het sprankelend. We gaan op naar de nacht van maandag, van zondag op maandag. Dan hebben we nog lichte vorst. Maandag overdag 10 graden. Zon. Heel veel zon. Gewoon een vrij zonnig weertype. Die zon is er eigenlijk volop bij. En in de nacht nog 0 plus 1, min 1. Op plaatsen nog lichte vorst. Dinsdag en woensdag komt er wel wat meer bewolking. Overdag temperaturen rond 12 graden. Het blijft nog altijd droog. Het waait wat minder sterk die deze dagen. En natuurlijk ben ik er morgen weer. Tot morgen.